Week van het Geld praten we op heel veel scholen met heel veel jongeren over omgaan met geld en wat dat betekent. De dingen waar je op moet letten, de dingen waar je aan kunt denken. Over sparen, over niet te veel geld uitgeven, oppassen met aankopen op internet. Gewoon actief over nadenken. Want is dat anders dan 10, 20 jaar geleden? Ja, jongeren hebben denk ik eerder geld, hebben ook makkelijker toegang tot geld. Denk aan gewoon een bankpas en een rekening. Kunnen natuurlijk snel en eenvoudig geld uitgeven op internet. Dan lijken dingen ook soms niet zo duur of zelfs gratis. Maar er zit natuurlijk altijd geld en kosten aan verbonden. Dus dat ze daar actief over nadenken en zich ook bewust zijn dat met omgaan met geld betekent eigenlijk gewoon het maken van keuzes. Dat lijkt mij heel goed en deze week is daar heel erg geschikt voor. Wat zien jullie de laatste jaren bij jongeren? Wat verandert? Nou, ze zijn er heel actief mee. Veel jongeren sparen ook. Maar ze hebben ook vaker schulden dan vroeger. En dat komt ten dele door andere manier van geld uitgeven. Dat is ook de reden waarom jullie deze campagne voeren? Ja, maar het is ook jong geleerd, oud gedaan. Ook voor veel oudere mensen zitten er veel risico's aan. Omgaan met geld. Er zijn natuurlijk veel mensen met schulden. Dus het is goed als jongeren van tevoren en al vroegtijdig nadenken over hoe voorkom je schulden, hoe kun je je risico's indekken, hoe en wanneer kun je sparen. En dan hopen we dat er in de toekomst minder mensen met schulden zijn.